wij kennen jou van Sterrendans op het IJzer inmiddels. En wij kennen jou als acteur, maar we kennen jou nu ook van de Fashion Week. Hoe zit dat? Ja, kijk, weet je wat ze zeggen? Ze zeggen altijd, mode kun je kopen, maar stijl moet je hebben. Nou, ik heb nog geen stijl, dus ik probeerde wat, hoe zeg je dat? Inspiratie op te doen. En wie kan me beter inspireren dan... Af te kijken. Afkijken, ja. Wie kan me beter... Aziz Bekaoui, waar is die? Ja. Hey, Spijkers en Spijkers, hoe was het? Ja, heel mooi. Prachtige show. Jij, Laura, wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel mooi. Heel draagbaar. Echt van die kleding die wel naar je werk aan zou willen doen. Ik zat echt van die geruite pakken, weet je wel, mannenpakken, maar dan wel helemaal mooi vrouwelijk gesneden. Dat vond ik wel tof. Maar geen glitter en glamour, maar wel mooi gewoon. Ja, nee, ik ben echt onder de indruk geraakt. Alleen ik vond het zo raar, die schoenen. Het leek wel alsof ze elk moment konden omvallen, die modellen. Ja. Welke van de items zou je zelf het liefst in je kast willen hebben? Ik zag een hele mooie jumpsuit. Die zag echt prachtig uit. Nee, ik ga het voor het geruite pak. Dat vind ik wel lachen. Ja, die wil ik wel. Hey, wat gaan jullie de rest van deze week van de Fashion Week zien? Ik ga nog Claes Iversen doen, Edwin Oudshoorn en nog een ander dingetje via een styliste die ik ken. Muchi Chacho, ik weet niet hoe het heet. Mucha Machamelo? Ja, net geen Muchi Boekie, ik weet niet meer. En waar kijk je het meest naar uit? Claes zometeen.